Hallo en welkom bij het tweede deel van California. We bezoeken Yosemite National Park en onze eerste Airbnb-ervaring. Spannend. Ja. Hallo. Welcome to your honey. It's only $20 today. Hey Denise, waar ben je nou? In Yosemite Park en het is werkelijk waar geweldig. Ook al hebben we alleen nog maar getankt. Echt. We gaan wat beleven zo. Ik zal het even snel laten zien hier op de kaart. We gaan dadelijk naar de valley hier, want er zijn ook beren misschien, die kan je tegenkomen. En herten en spechten. Dus daar gaan we naar onderweg. Nog ongeveer een half uur. Een beer ben ik helaas niet tegengekomen, maar wel een heel eng ander dier. Blijf kijken zou ik zeggen. We gaan nu de valley betreden. We zijn op het moment onderweg naar Kent en Sue. Die hebben we geboekt via Airbnb, een erg leuke website. Dus we zullen zo zien hoe hun huis eruit ziet. Hoor je al die beesten? Krekels. Ik ga nu even een leuk boekje lezen over de vogels in Noord-Amerika, want ik zag een paar buiten waarvan ik niet wist hoe ze heten, dus dat kan ik nu eindelijk opzoeken. Er gaat iets niet goed. Ik zoek snel op welke vogel dit is, zie ik nou hoor. Het is de natuurkenner, hè? A deep noisy sound. Ja. Ja, deze moet het dan zijn. Soms hoor je een hele grappige kikker, dus ik laat hem even aanstaan. Na ons verblijf schreven we een berichtje aan de verhuurders en pinden we een naald in Rotterdam. Tevens stonden er heerlijke muffins op ons te wachten, die gemaakt waren door Kent, een van de verhuurders. Zo te zien zijn blueberry muffins. Ik zal nu nog even een tour geven door het huisje. Dat is de bank. Hier zie je een leuke zitstoel. Nog een bed voor een logier. Dit is de badkamer. En hier kan je een kampvuur maken. Ik geef niks aan een dikkie dik. We gaan nu naar Glacier Point. Het lijkt net het punt waar Simba werd geschoten aan de vallei met alle dieren, dit. Kijk, precies hetzelfde. En daar reden we nietsvermoedend naar één van de spannendste momenten van de vakantie. Die wolf heeft me in het vizier. Meerdere mensen hebben hem inmiddels gespot. Ja, dat hij ineens op me afrent natuurlijk. Nee joh, natuurlijk niet man. Hij keek recht in mijn lens. Nee, ik ga weg. Ja, straks rent hij ineens naar je toe. Wel nee. Careful. Ik ga weg. Alex, kijk maar uit hoor, hij eet je op. Hij heeft alleen maar staan joh. Tot hij ineens aanvalt hoor. Nee. Hij gaat nu heen toe. Omdat die deur open staat, zie je? Doe nu maar uit joh, anders hebben we 10 minuten wolf. En voor deze aflevering laat ik jullie achter met dit hert en deze beelden van de prachtige omgeving van, jawel, een van mijn favoriete plekken ter wereld, Death Valley. Wat is dit geweldig! Je ziet het volgende keer in Californië. En voor nu, tot volgende week dinsdag om 4 uur. Doei! Wild Fox Couture!